mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video van de Suarez Summer Games. Vandaag de allereerste wedstrijd dat we de ene echte Kranenvieter kunnen uittesten. En dat we op zoek gaan naar een nieuwe centerback. Wat ik nog ga doen met die laatste info van Iniesta, dat laat ik nog even inspannen. Maar daar zullen jullie binnenkort zeker meer van horen. Het enige wat ik nu kan zeggen is, ja, show me de spelers. En zoals jullie kunnen verwachten worden dat drie Uruguayanen, zodat de link met Muslera in stand blijft. En dan zien we het. Team of the season. Hart van de verdediging. Uruguayaans en van Atletico. Die twee voelen elkaar perfect aan. Team of the season. Jiménez voor de gouden. De zilveren update is Velasquez. Maar die staat daar toevallig nu al. Ik heb al deze spelers voor de serie al gekozen. Zodat ik niet kon gaan sjoemelen of zo aan de hand van wat ik zou krijgen. Dus ik had voordat dit alles begon al gezegd dat hier Velasquez zou komen. Maar die heb ik nu al. Dus stel, ik win een van beide challenges, dan verandert er eigenlijk niks. En stel ik verlies beide, dan moet ik Lemos. Zou niet heel chill zijn. Tot nu toe hebben we pas één keer een bronzen toe moeten voegen. Dus laten we hopen dat dat zo blijft. Daarvoor gaan we allereerst de challenge spelen tegen je boy FC Roelie. Dus let's do this. Gaat op 41 meter van de goal. Bijna de middenlijn op de randcirkel. Het is gewoon zaak om te scoren. Geen keeper in de goal. Maar dat zal moeilijk genoeg zijn. We krijgen bijna 5 kansen. Wie de meeste scoort, die wint deze challenge. Oh. Overigens mag elke manier hoe je wil uit je handen van de grond, maar de bal mag niet stuiten. Dat is moeilijk genoeg. Ah. Daarvoor. Nee! Dat telt dus niet, want de bal stuitte ervoor de grond. Over. Weinig hard. Hé joh, kut. Ja? Deppie. Verloren. Dat betekent dat maximaal haalbare Velasquez houden. Het enige wat ik nu dus kan doen is verliezen. Want als ik verlies, moet ik Velasquez vervangen door Lemos. En als ik win, dan mag het zo blijven als het nu is. Alright, mijn tegenstander heeft info maar Aubameyang Robben, die nu nog 90 gereden is. Maar dan moeten we helaas afscheid van nemen. Volgens mij was het aan het begin van dit jaar de derde beste speler toch uit het spel. Of niet? Eén ding is zeker, makkelijk gaat het niet worden. Nu ook een probleem. En dat probleem heet dit van Aubameyang. Maar gelukkig schiet dat probleem naast. Anders had ik een nog groter probleem. Ik heb al op kruisje gedrukt. Nee! Fuck, ik had al gedrukt. Ik wilde nog annuleren, maar dat lukte niet meer. En Muslera herstelt mijn fout. Ik wou zeggen, Muslera herstelt zijn eigen fout. Ja, daar gaan we. Suarez gaat. Ondertussen heb ik trouwens mijn stem weer terug. Maar dat hadden jullie al door. Ik ben blij. Oh, triple tap. Suarez weer met assist. Net zoals vorige wedstrijd. Nee. Hij is te hard. Grimaldo'tje. Grimaldo'tje, ik ben al een toengrap. Rodriguez, goeie paas, moet dit me zijn? Dit is hem! Goeie actie nog voor Grimaldo, een paasje van Rodriguez. En is dit nou Kranenvieter in zijn debuut? Is dit nou Matthias Kranenvieter? Helaas, Alvaro Medran. Staat dus kennelijk al vanaf het begin van deze serie in mijn team. Ik zou niet weten wie dit is. Nee. Nee. Oh, de redding! Yo, Muslera. Hallo, hallo. Wat een zieke redding van Muslera gaf. Dat was eigenlijk een soort van lege goal. Oh, ramp voor ruimte van Suarez. Beter stond hij niet buiten. Jezus, wat slecht. Luisito, Luisito. 2-0. Wat is die gozer ongelooflijk goed, zeg. Absurd gewoon, hè. Dribbelt zo tussen drie man door, houdt iemand van zich af. En dan schiet hij vervolgens ook nog heerlijk binnen, want kijk hier, die gozer die hing gewoon aan hem en dan alsnog. Oh, wat een lekker doelpuntje. De laatste tijd op deze serie wel echt getijgerd door Ragequits. En ik heb zo'n idee dat als ik op dit niveau doorga hoe ik nu ga, na 20 minuten al 2-0, dat ook deze man niet heel de wedstrijd zal uitspelen, maar hey. Oh, wat een paas op Messi, zeg.
Die komt echt perfect. Messi. Messi. Ja, ja. Net rechts. En dit is volgens mij zijn allereerste goal. Ja, wijs maar naar je rechts alweer. Lekker maat. Allereerste goal in deze serie. En wat voor een gap. De paas was echt super ziek. Ik weet niet van wie, maar hij was echt super ziek. In één keer in de loop bij Messi. En die roste met zijn rechterbeen even in de korte hoek. Daar word je bang van. Echt heerlijke goal weer. Ja, men sterk. En dan is Luisito weer weg. Keepertje komt. Dan stift hij hem. Ah, dan heeft hij nog net. Een probleempje. Varela moet gaan rennen tegen Aubameyang. Oh my god. Iemand werd echt hard uitgerend. En weer moest Lera, zeg. Heerlijk, heerlijk gedaan weer. We houden de nul. Met dank aan Muslera. Nee, niet die voorzet nu. Nee, nee. Ja, oh, hij mist. Ik dacht, dit is 100% het doelpunt. Die info van Aubameyang, die kan dan heel erg snel zijn. Dat is hij. Echt heel snel. 99 of zo. Ik weet niet welke het is. Maar er is in ieder geval een Aubameyang met 99 pace. Volgens mij wel meer dan één zelfs. Maar afmaken kan hij tot nu toe niet. Oh, dit is heel lekker gekopt. In één keer door. Heel zijn verdediging gone. When I'm gone. Trippeltapje. Hier terug. Nee, niet daarheen. Ja, die zit. Maar dat is buitenspel. Ah, oh, hij moest eigenlijk op de 16, man. Daar kwam er ook eentje inlopen. Uiteindelijk ging hij nog wel lekker in. Hoe kon deze erin gaan? Oh, dit is heel lekker ingegooid. Linker op Suarez. Oh, oh. Ja. Nou voor. En dan moet hij erin. Dan moet hij erin. What the fuck. Hij gaat erin. Het is James Rodriguez die het doet. En hoe ook. De paasje was goed. Voorzetje was lekker. Dan had hij er eigenlijk al in één keer in gewogen. En what the fuck, er gebeurt ook niet. Maar het is wel 4-0. Oh mijn god. Muslera gaat gewoon de nul houden vandaag. Die heeft gewoon gezegd van, yo, wat jullie ook doen. Ik ben gewoon kei illegaal en ik hou alles. Nee! Nee! Muslera! Dat vind ik zielig voor Muslera, grap. Hij pakte hem gewoon weer. Alleen helaas gaat de rebound, ja, daar kon hij nou weinig aan doen. Als hij die zelfs had gepakt, dan had hij een transfer kunnen maken naar, ja, weet ik veel waar. Gewoon een of andere illegale club op Mars of zo. Waar mensen veel te goed zijn voor de wereld. Suarez. Oh, huh? Die had gewoon naar nummer 10 moeten en niet naar James. Maar... Oh, wat lekker gedaan. Zo in één keer op Messi. Op de paal. Dan is het alsnog 5-1 via James. Oh, wat lekker gedaan voor Bourgeois. Precies op Messi. Die dan helaas de paal raakt. Maar dan mocht het als. Dit was lekker. Hup, aanname. Hup, schieten. Ai, ai, ai. Komt wel weer perfect uit. Ja. Waar is hij? Oh, scheidsie. Dit is toch nergens voor nodig, hoor. Charles 5-1 achter staat. Indrukken, wegwezen, rode kaart. Wat? What the heck? Dennis fucking Diekmeijer gaat nu ook nog protesteren dat hij geel krijgt. Terwijl dat hij me gewoon invalide schopt. Hoe kan dit maar geel zijn? Oh mijn fucking god. Als je daar geel voor krijgt, dan moet je iemand echt gewoon met een mes neer gaan steken. Wil je rood krijgen? Ik denk dat dan... Als dit al geen rood is, wat is dan wel rood? Ai, 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 ai. Keepertje komt. Oh, wat doet de keepertje? Oh, nee. Kranenvieten, jongen. Kon je scoren in je debuutje? Schiet je hem over. Ja, Suarez verovert de bal. Keeper komt al. En huts, het is 6-1. Luisito Suarez, el pistolero. En nou doe ik de verkeerde celebration. Dan zo. Weet ik veel, hij kust zijn hand allemaal af. En dan doet hij opeens zo. Vorige keer was het ook 35 meter. Toen ging hij erin. Vasquez. Oi, oi, oi. Vasquez mag blijven natuurlijk. Nog niet eens over nagedacht. Maar dat lijkt me duidelijk. 6-1 voorsprong. Oi. Oi, op de lat. Oh, mooie oma maat. I believe I can fly. Oi, dit ging niet zo goed. Oi, dit ging nog slechter. En dat was het allerslechtste van deze hele aanval. Aubameyang is echt fucking shit. Althans, nu. Of ligt aan mijn tegenstander, kan ook. Grimaldootje dan. Hup. Geen tweetjes. Hup, nog eentje. Het is gewoon ondertussen doorlopen. Balletje op Jui. Dan voor de goal komen. Ja, voor de goal komen. Suarez. Oh, yay. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Ja. 9,5 voor Suarez. En voor James Rodriguez. Allereerste doelpunt in deze serie van Suarez. Dat betekent dat we, ja, voor Velasquez niet kunnen toevoegen, maar ook niet wegdoen. Dus als we bij elkaar spelen, we goed naar deze aflevering.
Ze heeft Suarez 24 goals in 10 wedstrijden. Eén wedstrijd daarvan was niet uit deze serie. Toen scoorde hij volgens mij 3 keer voor me. Dus zeg dat hij 21 goals heeft in 9 wedstrijden. Wat super insane is. Messi is je eerste. Yay! En Gama staat inmiddels ook alweer lekker op 5. Goed. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Like zou super awesome zijn. En tot de